De vrijdagavondshow. En een wind later in bed staat op de 5e plaats met 26%. Oh, lekker even. En dan wapperen lekker met dat dekbed nog even. Heerlijk, hè? Wacht even. Er zijn dus serieus mensen die een eerste date. Dus het onderzoek gaat over de eerste nacht samen. Dus je ligt heerlijk in bed, weet je wel. En dat je dan even denkt van, partijtje lopen schijten daar. Nee, dat doe je dan op je eerste date. Kennelijk dus wel. Als je elkaar nou een beetje beter kent, dan gaat dat automatisch natuurlijk. Maar ik vind wel opvallend dat vrouwen niet van knuffelen houden. Want ik dacht juist dat de vrouwen meer van de knuffel waren. Heel mijn visie is veranderd nu. En dat mannen meer waren van rap. Erop en erover. Maar nee. En die vuile lakens krijg je trouwens niet alleen. Die vuile lakens krijg je niet van knuffelen natuurlijk. Hè? Nou, kunnen we nog even haar achternaam misschien eventjes spellen? Tatjana Kozlenko. K-O-Z-L-E-N-K-O. En dat is helemaal goed. Kozlenko, hè? Goed. Oh, wil ik graag voor het 25 letterwoord gaan? Je moest eerst wat ballen graaien nu. Oh, sorry. Ja, doe jij dat even. Dus dan ben ik niet zo van. We gaan even opnieuw beginnen. Maar het is weer uit, hè, met die Harry Styles. Taylor zou aseksueel zijn. Afgelopen week liep een kortstondige relatie op de klippen. Ze zou tijdens een vakantie op de Caribische eilanden ruzie hebben gekregen. Nou, ze is dus aseksueel. Maar ze heeft toch al meer mannen gehad, neem ik aan. Maar. Wat is dat precies? Leg eens even uit, dat je er geen ruk zin in hebt. Het lokale geluid. 80's, 90's, zero's en hits. De vrijdagavond show. Here we go. Het is weer vrijdagavond, de 3e mei in dit geval, 2013. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de vrijdagavondshow. En rechtstreeks from New York City is hier Glenn Palsma. Good evening. Good afternoon voor jou. Good afternoon voor jou, met de timeverschil natuurlijk, hè. Nice hits this hour en de andere hour ook. Also deze. Everybody get up. Get down.
De Vrijdagavondshow. In dit geval wel goed nieuws, want geregeld seks hebben als je erg verliefd bent bevordert het aangroeien van zenuwcellen in het deel van de hersens dat verantwoordelijk is voor het denken en leren. Ah! Met die onmerkelijke conclusie komen psychologen van de Universiteit in Pavia in Italië. Van seks word je dus slimmer. Nou, zoveel mogelijk even... Ik wist wel dat er sommige dingen, sommige cellen aangroeiden als je seks had. Maar niet dat dat ook in je hersenen erdoor is. Maar dit betekent dus, als jij dus een toets hebt... trouwens, jij moest nog leren bij je vriendin van de week. Dus jij hebt zo geleerd, om het zo maar te zeggen. Dat kan nog een gezellig wat was de uitslag van je toets? Ja. Geen idee. Ik heb hem vanochtend gemaakt, maar hij ging wel goed. Ja. Ging wel lekker, hè? Ja, en de toets ook. Ja. Oh, ja. Nee, dat is goed. Ja, oké. En daar bleek toch Duitse Kroes op nummer 1 te staan in plaats van Sylvie. Daar kan ik redelijk in komen. Ja, zelfs in Duitse? Welke mannen dan? De mooiste mannen met de mooiste borsten. Nee, waar je makkelijk... Amerikaanse wetenschappers hebben in kaart gebracht hoe de meeste spetters ontstaan als mannen plassen. Heb ik weer zo'n nieuwtje natuurlijk, hè. Spetters bij het plassen kunnen mannen het beste voorkomen door een zo kort mogelijk afstand tot het toilet aan te houden. Nou is dat bij mij geen enkel probleem natuurlijk met mijn brandslang, maar... Verder is het aan te raden om de urinestraal niet loodrecht op het toilet of urinoir te richten, maar in een scherpe hoek. Dat wij er allemaal over nadenken als je daar staat. Dat is, toch... is dit meer een instructiebericht? Of, De wetenschappers, ze hebben natuurlijk dat niet allemaal nagekeken dat iedereen stond met zijn pieplozie. Nee, de wetenschappers bootsen een urinestraal na door gekleurd water uit een slang te spuiten en dan de verschillende toiletten en urinoirs te kijken wat nou het beste uitkomt. Dus je moet er dichtbij staan, in een bepaalde hoek. Ik ga geen grappen maken. En met een hoge snelheidscamera bestudeerden ze waar de spetters dan uiteindelijk terecht kwamen. En je ziet ook wel eens zo'n vlieg in... ik heb het ook wel eens gehad dat het een echte vlieg was, hè? En die ging wel achterna natuurlijk, hè? Heel de muur onder, dat heb je dan natuurlijk, hè? Ook als wetenschapper, je zal maar iets te doen hebben. Nou, dat vraag ik me dus ook af. Als je nou, dan heb je gestudeerd, ben je wetenschapper, dan ga je dus onderzoeken... Hoeveel spetters er ontstaan bij het pissen van de mannen? Ik zie een rooskleurige toekomst voor mij. Ik zie een grote gele wolk. It's showtime. Het begin van je weekend. Op een tolen. De Vrijdagavondshow. I'm getting
vrijdagavondshow. Of ook voor, hoe heet die ook alweer, die Lucas speelt, Ferry Doedens. Oh, Ferry vind ik, Ferry is wel een leuke kerel. Heb ik nog een keer bij een opname live even meegemaakt. Zo even bij een bar. Nee, niet bij Goeie Tijden, maar ergens anders. Als je die kerel toch ziet, dat... Ja. Oké, nee, maar serieus, maar als je homo bent, maar van hem druipt het echt wel af. Hij legt het er wel echt op, vind ik, dat hij... Wat vind jij daar nou van? Ik ben ook niet zo daarvoor eigenlijk. Ja, iedereen moet het natuurlijk zelf weten wat hij of zij, want dat kan natuurlijk ook als je lesbisch bent. Maar de ene, je hebt meerdere kanten natuurlijk. Hè. Die vallen heel erg naar de vrouwelijke kant. Je hebt ook mannen, die lijken wel bouwvakkers. Ja, nee, dat is... Dus je hebt ook mannen die gaan dan op een bouwplaats naar van die billenspleters staan te kijken. Nou, dat zal best gebeuren, maar ik zit er dan ergens tussenin. Denk, ja, niet tussenin. Nee, dat is heel fout. Dit. Oké, dat waren de concerten voor dit moment. U luistert naar de vrijdagavondshow op de 4e april 2013. April? Zeg ik april? Ja, zeg ik april. Oh, dat is leuk. Je zei april. Dat is een leuke voor de laatste uitzending van dit jaar. XXL op 27 december dit jaar. Had ik 2013. 13 had ik in mijn agenda zien staan. Het is een intelligente pen die terwijl je schrijft signalen geeft als je grammatica of spellingsfouten maakt. Stift. De stift is uitgerust met fijngevoelige sensortechnologie. Oh, ja. Die het mogelijk maakt alle bewegingen van de gebruiker te registreren. Let op, we hebben het over de lemstift. Een ingebouwd computertje analyseert de bewegingen, signaleert de fouten en laat de pen vibreren. Oh, okay. Zeg jongens, wat is dit voor nieuwtje? Ik moet hem hebben! Je ziet het wel, hè? Ik moet hem hebben! Wat kan ik die bestellen? Vibreren lekker en op je werk en dan lekker blijven schrijven. Jij ziet er wel wat in. Ja, Laura Dekker, de Nederlandse zeilster en vooral bekend als het zeilmeisje. Het wordt 18 jaar. Ze is eindelijk volwassen. Ja, want ze heeft nu ook een volwassen vriend van een jaar of 7. Ze heeft een vriend van een jaar of 30. Serieus? Ja, las ik van de week in het nieuws. Ik lees al die bladen op zondagmiddag natuurlijk. Dus die... Dan weet je wel waar die mast in gaat natuurlijk. De kickstart van je weekend. Omroep Tolen. De vrijdagavondshow. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy. Yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways, fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder if you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Well, that's not fair.
1K vet. I walk amongst you a regular civilian, but until then drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track, give every kid who got played that pump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap, turn nothing into something, still can make that straw in the gold jump. I will spin Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with Vrijdagavondshow. We hebben van de week een radiocursus gevolgd. Ja. Dus we hebben even de eerste les even opgenomen. Dat mocht dan van deze meneer. Hoe werkt zo'n radiostudio nou? Ah, even een kleine introductie op de mengtafel van een radiostudio. Oh, graag. De mengtafel is opgebouwd uit een aantal schuiven. Schuiven, ja. En elke schuif staat symbool voor een bron van audio. Bron. Bijvoorbeeld deze voor de cd-speler. Ah, cd-speler. Die omhoog schuift, dan gaat die cd-speler aan. Het is deze twee lampjes. Ja. En hoe verder ik die schuif nu omhoog doe, hoe harder die cd-speler aangaat. Het is wonderlijk, hè? Van je af is harder, toch? Even kijken. Als ik hem weer naar beneden schuif, dan gaat hij dus zachter. En als ik hem helemaal dicht trek, gaat die cd-speler ook weer uit. Het is... Net hebben we van de week zitten leren. Ik doe dat niet zo met Instagram. Ik heb het er niet eens. Ik neem er de moeite niet eens voor. Ik wil een paar Instagram afvallen, dat wel. Maar voor de rest... En ook Insta, hè? Gelijk. Ja. 8 over 8. Hey, dubbele tijdmelding. En natuurlijk ook... De muziek is op de achtergrond zijn kerstig. Je bent wel erg into the cast vanavond. Ah, ik heb helemaal klaar voor met mijn ballen en mijn pink. Ik zit er helemaal klaar voor, zeg maar. Foto's die laten we maar even achterwege van die piek op Facebook. www.facebook.com. Nou, de vrijdagavondshow. Zijn er zulke grote schermen trouwens? Nou, geen idee. We krijgen ineens een beetje een minderwaardigheidscomplex. Hoe werkt Twitter op Nederland 3, wou ik zeggen. Op nummer 3. En op Nederland 2. Daar ga ik maar door ook. Hoe werkt PayPal. En ja, dit heb ik zelf ook van het jaar al een paar keer. Maar het wil er niet uitkomen, zeg maar. Hoe lang ben ik zwanger? Maar ik krijg geen antwoord daarop, zeg maar. Ik heb al zo'n clearblue OneStep ook gedaan. Maar die buik blijft groeien. Maar het wil niet lukken.